Ja, Motors 3 voor rij voor je. Op Glory 90 sta je weer op de kaart. Ja. Dit keer lekker in je eigen gewichtsklasse. Kijk je ernaar uit? Ja, natuurlijk. Met de laatste partij, het is niet gegaan hoe het is, hoe we wouden. En we hebben zeker wat recht te zetten. Voor onszelf dan tenminste. For your winner, by unanimous decision. And still, light heavyweight champion of the world, Donaghy Abena. Hoe voelde die laatste partij? Het is natuurlijk heel raar. Je moet opeens invallen. Dan sta je ook nog eens op een van de grootste evenementen van het jaar. Hoe heb je dit ervaren? Het is allemaal in een rap tempo gegaan. Dus er echt bij stilstaan is... Ja, nu heb ik het allemaal kunnen laten bezinken en tot me laten komen. Maar ja, de partij helaas, het is gegaan hoe het is gegaan. En ja, gedane zaken kun je niet meer keren. Dus het is nu gewoon de focus en op naar de volgende. Een beetje teleurgesteld in mezelf. Tuurlijk, Abena is gewoon een goede vechter. Hij heeft zijn ding gedaan en credits naar hem toe. Waar ben je teleur in gesteld dan? Ik wil daar met die belt staan, dat is het, snap je? Ik ben niet gekomen om mee te doen of om de boer te redden. Ik ben niet voor mezelf gekomen. Vandaag moest ik eigenlijk kampioen worden, maar ja, het mocht niet baten. Je was heel kritisch op hoe je vocht. Kan je dan wat zachter voor jezelf zijn? Of ben je, als je die partij ziet, nog steeds zo kritisch? Tuurlijk. Ik heb die partij drie keer of zo even gekeken, geanalyseerd. Natuurlijk voor mezelf. Wat heb ik fout gedaan? Wat kon ik beter doen? Wat waren de momenten dat ik moest aanzetten vooral? En ik zag gewoon heel veel momenten waar ik mezelf niet in terug herkende. Bepaalde momenten was ik wat meer terughoudender. Omdat ik in mijn hoofd had van, er komt nog een vierde en een vijfde. En je bent niet voorbereid voor die vierde en vijfde. Dus op dat gebied heb ik wel tekort geschoten, voor mezelf dan tenminste. Want ik check die partij en ik geef links, rechts, maar ik ga niet door, ik blijf stilstaan. Dus van die kleine dingetjes eigenlijk. Maar we moeten het dit is de eerste en de laatste ook gelijk. Ik hoef niet nog een keer voor de camera te komen en dat ze me vragen van waarom is het niet gelukt. Dit is de eerste en de laatste keer en ik ga het niet meer aan het lot overlaten. Wat heb je geleerd van zo'n partij? Want eigenlijk staan alle variabelen staan tegen je. Je vecht op een andere gewichtsklasse, je vecht short notice, je vecht op misschien wel het grootste evenement waar jij ooit gevochten hebt. Ook nog eens voor de belt. Ja, eigenlijk, je kan het nooit goed doen op zoiets. Nee. Wat leer je dan? Wat haal je er dan nog uit? Ja, het was vooral genieten van het moment. En in de partij zelf, kijk, ik de eerste twee rondes gingen voor mijn gevoel wel redelijk goed. Maar ik merkte gewoon in de derde ronde dat ik conditioneel en fysiek gewoon... Dat het te veel voor mijn lichaam was, snap je? Ik was gewoon niet fit genoeg. En ja, niet om nu een excuus te verzinnen, maar ik moest gewoon wat fitter zijn. En dan zou ik de partij heel zo naar me toe kunnen trekken. Maar het is gaan hoe het is gaan. Ja, je krijgt in ieder geval snel weer de kans om het recht te zetten. Mm-hmm. Je gaat gewoon weer op je eigen gewicht, op het middengewicht vechten tegen Brice Kombu. Hoe kijk je naar die partij? Wat is het voor tegenstander? Harde jongen. Harde jongen, stugge jongen. Dus het wordt denk ik echt een knalpartij. En hij komt om te vechten. Hij is gedreven naar voren. Dus ik ben benieuwd wat hij 23 december gaat brengen. Ja. We hebben je net zien sparren. Het gaat er bij jou nooit in de tweede versnelling aan toe, zeg maar. Alles gaat volgens mij op die sparring knetterhard. Ja, natuurlijk. Het is, weet je, we proberen hier op de training zoveel de wedstrijd na te bootsen. En we kunnen wel hier leuk gaan punten tikken, maar daar worden we niet beter om of sterker. Dus vandaar dat die spardagen bij ons altijd wel heftig eraan toe gaan. Je hebt nu dus al een keer voor de titel gevochten in een andere gewichtsklasse. Hoe zie jij jouw weg naar de titel in je eigen gewichtsklasse? Kan dat voor jou wat dat betreft ook niet snel genoeg gaan? Of wil je dat geleidelijk omhoog gaan? Wat mij betreft, als we morgen bellen, dan sta ik er gewoon in principe. Maar Mike heeft een plan gewoon uitgestippeld waar we gewoon rustig onze partij gaan pakken. Ik kwam natuurlijk ook van 77, dus 85 was ook bij het begin gewoon nieuw voor mij. En
Ja, nu is, we willen gewoon partijen draaien, snap je? We willen ritme lekker hebben en als de titel komt, dan komt het, snap je? Duurt het een jaar, duurt het een half jaar, duurt het een maand, dan is het zo. Maar ik sta altijd gewoon op scherp als de kans er is.